Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Vandaag een dag met veel bewolking en buige regen. Op sommige plaatsen plensde het echt, maar er waren ook plaatsen waar het lucht even openbrak. Op de satellietfoto kunnen we dat ook wel een beetje zien. Nederland in de witte cirkel. Vaak bewolking, maar... Boven Zeeland breekt af en toe de zon door. Maar wel met de nadruk op af en toe die opklaring. Kunnen we uiteindelijk ook op andere plaatsen nog wel tegenkomen. In de avond bijvoorbeeld. Maar de buienkans blijft ook. Hoewel de buien zich steeds meer op het oosten van het land gaan richten. En van het westen uit worden het dan geleidelijk aan een stuk droger. Vanavond temperaturen van een graad of 16. Komende nacht koelt het plaatselijk af tot net onder de 10 graden. Vrijwel overal wordt het toch echt droog. Het kan wel wat nevelig worden. Met een paar opklaringen en weinig wind. Dan herhaalt morgen het weer zich een beetje met in de ochtend nog wel ruimte voor wat zon. Daarna ontstaan stapelwolken en ontstaan er weer een paar stevige buien. Bij die buien kan het ook onweren. Hagel is mogelijk en er kan plaatselijk in korte tijd veel regen vallen. 18 tot 20 graden op de thermometers. Donderdag en vrijdag nog weinig verandering wat weerbeeld betreft. Maar zaterdag neemt de kans op buien af. Zien we wat meer ruimte voor de zon. Daar staat tegenover dat de temperatuur dan een klein stapje terug doet naar een graad of 17. Die lagere temperaturen treffen we ook op de zondag, maar daarna zien we het kwik voorzichtig weer oplopen en komen we in elk geval boven de 20 graden uit. Misschien zelfs een opmaat voor iets meer zomerweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl